In de bossen op de Hondsrug zie je heel veel van dit soort prachtige keienweggetjes. Heel veel mensen denken dat ze al uit de middeleeuwen stammen. Is niet zo. Ze stammen allemaal uit de vorige eeuw. Begin vorige eeuw namelijk. Moet je je voorstellen dat hier nauwelijks bossen waren. Heel veel stuifzand. Staatsbosbeheer is toen begonnen om hier werkgelegenheidsprojecten te starten. Samen met de overheid. En er zijn al deze bossen hier aangeplant. Nou, die bossen die moesten natuurlijk hier worden aangeplant. En daarvoor heb je losse grond nodig, anders groeien ze niet. Dus er werd heel veel omgeploegd. Veel keitjes kwamen tevoorschijn. En van die keitjes zijn al die keienweggetjes gemaakt. Vrachtwagens konden vervolgens mooi overrijden. Ja, en nu zijn dat hele mooie nostalgische weggetjes. Je ziet ze overal. Je kunt nog even heel mooi kijken naar de weggetjes zelf. Je ziet allerlei kleuren stenen. Dat laat weer eens zien hoe de ijstijd hier vanuit allerlei locaties in Scandinavië hier de stenen heeft achtergelaten. Dus we hebben hier een combinatie van ijstijd en de bosbouw en de natuur. Nou, prachtig. Geopark op en top.